Voor de pauze heeft u geluisterd naar de ouverture voor de opera Lucio Silla van Mozart. Het tweede stuk was Rococo-variaties van Tchaikovsky met soliste Lidie Blydorp. Het indrukwekkende stuk in de Rococo-variaties is het moment aan het eind van de cadens, als de cello alleen speelt. En als daarna het orkest weer erbij komt, dan komt er een heel mooi andante, heel verdrietig. Maar eigenlijk heb ik in mijn hoofd bij de cadens die scène van het Zwanenmeer. Dat moment dat die boze tovenaar dat hij komt om met haar te dansen en om haar mee te nemen naar het dodenrijk. En dan steeds dan hoor je zeg maar, hem heel dreigend naar haar toe komen en dan hoor je haar wegvluchten. Haar geliefde blijft alleen over en dan komt dat adagio en dat is dan heel verdrietig. En na de pauze hebben wij de Eroica gespeeld van Beethoven, zijn derde symfonie. De Heldensymfonie, eigenlijk een drama in noten. En je moet je voorstellen dat je toen geleefd hebt, toen hij dat schreef. Toen hoorde je, oh, Beethoven heeft een nieuwe symfonie geschreven, de derde is eruit. Voor het eerst hebben die mensen dus deze symfonie gehoord, die wij gewoon dagelijks kunnen horen als we willen. De mensen toen en vooral ook zijn vrienden vonden het een beetje te modern. Ze dachten, ja, dit kun je niet maken. En al die dissonanten die daarin voorkomen, hoe kun je zoiets componeren? Maar dat is juist het leuke, als deze dissonanten dan oplossen. Voor een mooi akkoord waar je dan extra nog van kunt genieten. En ook die ongelooflijke vuistslagen. Maatenlang, ja, gewoon 30 maten lang of nog meer. Gewoon de akkoorden slaan. En nou, daar zit zoveel vuur in en zoveel kracht. Fantastisch om te doen. Voor het publiek, we hebben het gemerkt dat ze gewoon helemaal enthousiast waren bij het applaus.